En we vragen dan ondertussen de koppels zich zal klaarhouden, alsjeblieft. En dit zijn dan onze finalisten. En we beginnen met de Chichung. De Chichung die genoemd is naar de laatste keizerin van China, die in de Vrindhof, die verboden stad, moest er ontlopen. Ze mochten niet bij te komen. Maar ja, ondertussen is dat allemaal gedaan en zien we de Chichus reeds jaren op onze koers verschijnen. De Chichu. Dit is de Tibetaanse tijger. Eigenlijk is er wel een relatie tussen de Tibetaanse tijger, de Lhasa Apso, die we straks zullen zien, en de Chichu. De Tibetaanse tijger is ontstaan door de Chichus en de Lhasa's te ontsnappen en dan gedekt werden door de hondjes die zich bij de plebs en het volk bevinden. En zo is de Tibetaanse terreur ontstaan. Dit is de Noord-Ierse setter. Het is een spaande hond, zoals je dat zegt. Dat betekent dat hij wild gaat opzoeken en gaat voorstaan, gaat aanwijzen, gaat commenteren. Vandaar de pointer is in die voet. Het symbool eigenlijk van de staande hond. Dit is de rode Ierse setter. We staan ook in de rode wind. En dat is